We zijn hier vandaag in Papendal 2015 bij de World Cup. En voor ons staat Nick Kinman, de winnaar van de Elite Man. Nick, hoe ging de dag voor jou? Ja, de dag ging eigenlijk super goed. Ik had al een zware heat. Ja, toen werd ik 1-1-5, dus de laatste manche, ja, verprutste ik een beetje. Toen kon ik dan gelukkig, ik was gelukkig nog door naar de kwartfinale. Toen won ik de kwart, won ik de halve. Was ik al super blij en dan, ja, in de finale. Ik kan nog steeds niet echt geloven, maar... Ja, in de finale kies je dan ook nog lane 8, hè, de double dice. Ja. Van waar die keus? Nou ja, in de manches had ik 7 en 6, dus ook allebei, of 7, 6, 1. Dus twee keer aan de buitenkant. En die twee keer van de buitenkant gingen beter dan de keer van het 1. Dus het was niet omdat het double dice was. Het was gewoon omdat ik het gevoel had dat ik vanaf daar de meeste kans zou hebben. Ja, dat ging goed in de kwart, ging goed in de halve. En dat ging weer goed in de finale. Ja, inderdaad. Uiteindelijk win je hier en jij de derde. Dus ja, ik denk dat het gek. Een mooie dag is geweest. Zo. Ja, voor Nederland is het zeker een goede dag. We mogen niet klagen. Gefeliciteerd. Dank je wel. Succes in de toekomst. Dank je.